Dag Chris, in de reeks De Groof Peterkamp Talks hebben we het over de evoluties, maar ook de uitdagingen voor de automobielsector. In de vorige afleveringen hebben we al gezien dat de klassieke automobielsector al 13 jaar ter plaatse trappelt op de beurs. We hebben ook geleerd dat de overschakeling naar elektrische auto's toch echt nog een grote werf is. Vandaag bekijken we de golf van schaalvergroting van naderbij, want dat is toch ook een tendens in die sector, hè? Waarom zijn fusies en allianties zo belangrijk voor autoconstructeurs? Als we kijken naar de autosector, dan is het duidelijk dat deze sector enorm veel kosten met zich meedraagt. Herinner u de platformen die nodig zijn voor elk model op de markt te kunnen brengen. Dus hoe groter die kosten eigenlijk gespreid kunnen worden over een groter aantal wagens, des te meer natuurlijk je kostenvoordelen hebt. En vandaar ook inderdaad de trend die je al in decennia ziet in deze sector om fusies of allianties aan te gaan, net om deze kosten te verlagen. Ja, je zegt dat het is een evolutie die al jarenlang aan de gang is. Hebben we intussen het juiste model gevonden voor een integratie? We hebben inderdaad voorbeelden gezien van de twee kanten, mislukte huwelijken, maar ook geslaagde transities. En als je daarin kijkt, zijn er inderdaad toch wel drie kernfactoren die meespelen om deze allianties of fusies succesvol te maken. De eerste is natuurlijk, als je kijkt naar, iedereen heeft altijd bij een fusie of een alliantie over de kostensynergieën. Maar ze moeten ook gewoon natuurlijk realiseren dat deze kostensynergieën niet tot in het oneindige doorgaan. Neem het voorbeeld van een groep die fuseert met een andere groep. Dan kan een leverancier een eerste keer inderdaad een beetje een duit in het zakje doen en zijn prijzen verlagen. Maar hij kan het niet nog eens een tweede keer doen als de groep opnieuw naar de volgende schaalvergroting gaat. We hebben gezien dat groepen die deze strategie continu toepassen, ergens wel eindigheid zien in hun verhaal natuurlijk. Dat is de eerste factor. Welke andere zijn er? Als je naar de tweede factor kijkt, is het heel belangrijk om te focussen op je eindmarkten. Als je niet een product creëert die voor de consument nuttig is of die de consument vraag naar heeft, is er natuurlijk geen oplossing om twee groepen samen te brengen als er geen cross-selling mogelijk is. Herinner je bijvoorbeeld de klassieke huwelijken tussen Europese en Amerikaanse spelers? Het is niet dat door dit huwelijk opeens Europese modellen in de US makkelijk verkocht zouden worden, zeker de kleinere wagens niet, of dat Europeanen SUV's massaal zouden beginnen kopen in Europa. En tot slot de derde factor? En de derde factor, toch wel een belangrijke, is natuurlijk de complexiteit van de groep die wordt gecreëerd. Je spreekt dikwijls over meerdere continenten, meerdere leveranciers, meerdere klanten. Dat zorgt ervoor dat die allianties niet altijd slagen in een opzet. Je zei het daar, Chris, het is niet altijd een geslaagd huwelijk. We hebben dat gezien tussen Ford en Volvo, maar ik denk ook aan de combinatie van General Motors en Opel, die toch een lange historiek had. Waarom is het daar uiteindelijk fout gelopen? Ja, als we kijken naar de langste alliantie die er inderdaad is geweest, General Motors heeft Opel overgenomen in 1930, heeft het actief eigenlijk 90 jaar aangehouden. En over heel die periode kunnen we zien inderdaad dat de synergieën of de winstgevendheid helemaal niet de hoogte inging en heeft eigenlijk moeten afdruipen in 2017 door het te verkopen aan Peugeot. En inderdaad, deze alliantie is helemaal niet gelukt. En General Motors, hoe vergaat het hen nu? Als we vandaag kijken naar General Motors, zien we inderdaad dat de groep zich heeft teruggeplooid op de kernmarkten en de winstgevendheid is teruggekomen. Ook voor het verkochte Opel. Zij zijn terechtgekomen bij Peugeot en doen het daar ook zeer goed met de eerste winst geboekt in 20 jaar in het eerste jaar na de fusie. Schaalvergrotingen zijn al lang bezig in de automobielsector, we hebben het al gezegd, maar het is eigenlijk geen noodzaak, hè, om te groeien. Kijken we bijvoorbeeld eens naar Toyota, dat al jarenlang op eigen kracht groeit. Hoe doen zij dat? Ja, Toyota is vandaag toch wel de grote uitzondering in de sector. Het is de enige grote groep vandaag, want met ongeveer een tiental miljoen wagens geproduceerd per jaar, een van de grootste groepen, die dit volledig organisch heeft gerealiseerd. Nu, een organische groei van deze schaal is natuurlijk niet makkelijk om te realiseren. En daarvoor moet eigenlijk natuurlijk een lange termijn strategie toepasselijk zijn. Je moet de tijd krijgen van je aandeelhouders en natuurlijk ook de executie, daarin moet je geduld hebben. En dat is wat het zijn Japanners natuurlijk. Voilà. Als we dan kijken naar de Europese automobielsector, daar is Peugeot een van de drijvende krachten achter de verdere schaalvergroting. Waar staat Peugeot vandaag? Als we kijken inderdaad naar hoe wat Peugeot gedaan heeft de laatste jaren, zoals daar juist gemeld, hebben ze natuurlijk eerst Opel gekocht. Wat eigenlijk maakt dat je twee Europese spelers krijgt die worden samengevoegd. Dat wil ook zeggen dat het een fusie op Europese leest gestoeld. Dus de kostenrealisaties konden zich in Europa plaatsvinden. Goede focus, duidelijke eindmarkten met hetzelfde product en dat creëert natuurlijk synergieën. En Peugeot is nog niet aan het einde van zijn Latijn, hè? Nee, blijkbaar niet. De ambities reiken natuurlijk ver van Carlos Tavares. Zelf ook een CEO die kennis heeft van het autorijden zelf. Het staat trouwens in zijn contract dat hij 20 dagen per jaar mag rijden, bijvoorbeeld. Hij is nu inderdaad bezig met de alliantie met Fiat, wat dan weer opnieuw een gelijkaardige fusie creëert van Europese spelers. Chris Kippers, bedankt voor deze toelichting. We hebben de hele automobielsector eens bekeken. Duidelijk nog heel veel evoluties en heel veel uitdagingen voor de komende jaren. Inderdaad, dank u wel.